Welkom op een nieuwe uitzending van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Mijn naam is Lodewijk de Leu. Genever is een Europees erkend streekproduct. Meesterproever Jean-Pierre Beirens vertelt over de evoluerende markt van brandewijn, Genever, gin tot whisky. Een ode aan de Oost-Vlaamse druppel. Goedemiddag, ik ben Beirens Jean-Pierre. Ik ben meesterproever van Eau de Flandre. En Eau de Flandre is een overkoepelend orgaan van alle Oost-Vlaamse Geneverstokers. En er zijn er 10 bij ons aangesloten. En van die 10 is er 1 Hensen bij, maar die is vandaag niet aanwezig. En de rest zijn allemaal Oost-Vlaamse graangenevers, minstens 35 granen. En gemaakt van graan. Dat is de vereiste om bij Eau de Flandre aan te sluiten. We hebben stokerijen in Merelbeken, Oudenaarde, het Gentse, Malahem. Malahem is de enige landbouwstokerij die nog overblijft in Hanzet erkend gebied. Want Genever is een erkend product door Europa. Dus niemand mag nog Genever noemen, tenzij dat hij in het grondgebied van het erkend grondgebied thuishoort. De Genever is de Geneverbest natuurlijk. En dat is een lokaal product. En wij zijn dus, laat maar zeggen, een van de weinigen die de Genever kunnen maken. Gin is een afgeleid product van de Genever. De Genever hebben de Engelsen leren kennen door hier te komen vechten in de 80-jarige oorlog, heel lang geleden. En zij konden Genever niet uitspreken, dat was Genever. En zo is gin ontstaan. Oh, het meest typische Genever is zo geëvolueerd dat je niet kunt zeggen van, ja, dat is een typische ding. Er zijn hier Genevers vandaag verkrijgbaar die bijna een whisky zijn. En sommige stokers zijn ook bezig met whisky aan het stoken. Dus ja, de markt moet evolueren omdat er te weinig promotie gemaakt wordt rond de Genever. Als stoker moet je je stokerij in ere houden. En moet je een verkoopbaar product hebben. En je verkoopt wat de markt naar vraagt. Hè. Veel Geneverstokers zijn ook gin beginnen stoken. De eerste stokerijen waren dus gewoon wijnstokerijen. Vandaar de naam brandewijn. En toen dat er minder wijn kon ingevoerd worden, hadden ze al een ervaring met graanproducten, omdat er hier al bier gebrouwd werd. En van dat bierbrouwsel zijn ze naar Geneverstokerijen gegaan. Maar de eerste brandewijnen waren van wijn, vandaar de naam brandewijn. Eau de Flandre is Eau van Oost-Vlaanderen en Eau de, een ode aan de druppel. Er zijn nergens anders in het domein zoveel stokers als hier in Oost-Vlaanderen.